Nou, ik hoop dat jouw telefoon het langer volhoudt. Even voor alle duidelijkheid, we waren dus net, ik ben er totaal niet bekend mee. Maar ik zit hier met Matthijs in de auto en met als reden, hij maakt altijd vlogs om op die manier zijn getuigenis te brengen. Dit keer ging het over Portugal. Heel interessant. Nee, we hebben een prachtige missie gehad en ik mocht daar deel van uitmaken. Maar ik ben natuurlijk wel heel benieuwd hoe Matthijs het zelf ervaren heeft. Alleen we waren net aan het opnemen en toen begaf zijn telefoon het. Dus je merkt dat de geestelijke strijd toch nog steeds aanwezig is. Oververhitting. Ja, oververhitting. Ja, niet bij hem, maar bij zijn telefoon. De telefoon. Hij heeft het ook niet opgeslagen, dus helaas, nieuwe poging. Heel raar, maar goed. We laten ons niet tegenhouden. We gaan in alle positiviteit gaan we door. Ja, zeker. Hey, maar dus mochten jullie wat horen ronkelen, rammelen, dan is het waarschijnlijk de auto die je nu de airco. Om de telefoon zo'n beetje te koelen. Matthijs, we kunnen van voren aan gaan beginnen. Ja, helaas. Maar nogmaals, we gaan er kort en krachtig gaan we er doorheen. Ja, zeker. Hey, alles bij elkaar, de hele trip. Hoe heb jij dat van het begin tot eind ervaren? Ik bedoel, wat ik heb gezien, het begon op Schiphol al als iets wonderbaarlijks. Echt, dat ik dacht van, wauw. Ja, het begon al heel vet. We zongen al op Schiphol, zeg maar. En de sfeer was zo ontspannen en zo hecht met elkaar. Echt gewoon echt hecht, alsof je al jaren met elkaar optrok. En terwijl het eigenlijk pas de eerste missietrip was, begreep ik. Mm-hmm. Maar het voelde zo hecht en zo close met elkaar. En het was gewoon heel ontspannen. Ja, ja, ik merkte echt gewoon op dat gebied echt gewoon Gods aanwezigheid. En ook gewoon, net wat je zegt, iedereen begon natuurlijk al te zingen op Schiphol. Niet alleen in de ontvangsthal, maar ook het moment dat we de douane doorgingen. Ja, de douane was een heel mooi moment ook. Weet je wel, in de gate. Ja. Daar waar de koffie niet te drinken was, maar wel een hele goede sfeer was. De sfeer die maakte de koffie goed. Ja, nou, die koffie was even goed bagger hoor. Nee. Maar, weet je, in het vliegtuig. Weet je, het zingen wat er gebeurde, ook toen we gingen landen. Ja, de blessing. Oh, fantastisch. Kippenvel als ik eraan terugdenk. Ja. Weet je, op het moment dat we in Portugal waren, nou, op een gegeven moment ben je in Lagos. Maar ook in de bus, onderweg van Faro naar Lagos. Ja. Dat we gingen worshipen. Ook en volop gezongen. Gewoon echt kippenvel. Gewoon kippenvel op de armen. En je voelde Gods aanwezigheid heel duidelijk met ons meegaan. En dat de dame van de bus, de chauffeuse zeg maar, er werd op een gegeven moment, er mocht ook voor gebeden worden. Ja. En ze was ook echt dankbaar, weet je wel. Die vrouw was aangeraakt. Ja. Er is een verandering in haar leven gebeurd. Ook mede door de worship en het gebed natuurlijk. Maar op een gegeven moment kom je in Lagos zelf. De plek waar je missie gaat beginnen. Weet je, ik heb zelf heel veel dingen gezien waarvan ik denk, wauw. Echt, wauw. Van verschillende diensten, verschillende momenten, verschillende sprekers. Verschillende aanbiddingsmomenten. Ja. Maar er was sowieso één moment in Oasis, wat me heel erg bij is gebleven. Meerdere momenten eigenlijk, maar in dit geval gaat het dus eigenlijk over jou. En ik zie hem hiernaast, maar die begint heel weer te grienen en te snotteren, want de tranen staan alweer in zijn ogen. Maar goed, het ging over jou. Ja, het ging over mij. Er was één moment dat echt, daar heb ik hele mooie foto's van kunnen maken. Dat ik dacht van, hé, die ruwe steen met zijn grote mond, die staat daar. Ja. En alles dat ruwe, zeg maar, van je leven, wat niet thuis hoorde, dat werd van je afgepeld. Dat werd van je afgeslagen. En ik zag je ook gewoon breken gewoon op dat moment. Ondanks dat ik in het begin blokkeerde. Ja, je blokkeerde behoorlijk. Ja, ik blokkeerde behoorlijk. En ik werd op een gegeven moment in het midden
gezet van de groep, zeg maar, om voor me te bidden, zeg maar. En tijdens dat moment van bidden was, ja, voelde ik wel een soort van rust. Alleen toen Michael mijn rondjes liet draaien, zeg maar, blokkeerde ik. Ja. En op een gegeven moment pakte die me vast. En op dat moment brak ik. Ja, ik voel me... Ja, ik zie het rijden. Ik voel me echt te knokken om emoties op dit moment niet te laten zien. Maar ik brak op dat moment. Alsof God me vastpakte. En mijn hoofd, zeg maar, tegen zijn hart aandrukte. Van, kom. En ja, dat was het moment dat ik brak. Uh-huh. Ja. Die vaderlijke liefde. Ja, wat ik dus in mijn jeugd blijkbaar erg heel veel gemist heb. Die kwam even naar buiten. Ja. Ja, ja, weet je, en ik heb heel veel van dat soort momenten gezien. Bij jou, bij Hanna, bij echt verschillende met Baloes, bij zelfs het moment, dat vond ik ook zo mooi, was een van de laatste dagen, dat net zo'n ruwe bolster, onze springend veld Andrew, die mij probeerde te ontwijken met mijn camera, maar die op een gegeven moment naar voren ging en wie ik ook echt zag breken gewoon. Oh jongen, zulke mooie momenten waar ik God zo dankbaar voor ben. Dat ik erbij mocht zijn, dat ik er deel van uit mocht maken. Hey, ik ben ook blij dat je deel van de groep was, hoor. Ik hoop dat iedereen dat zo ervaart. Tuurlijk. Hey, en op een gegeven moment waren we ook... dat was volgens mij die donderdag, die donderdagavond. Toen gingen we zo naar het plein toe. Ja. Dat was ook wel mooi. Ja, dat was heel mooi. Dat was ook wel heel bijzonder. Maar daar gingen we al vanaf. Ik weet het goed. Maar dat was iets dat... Ik besefte dat pas eigenlijk dat ik op mijn bed lag. En de volgende ochtend vertelde ik dat aan Jan. De avond voordat wij vertrokken naar het plein. Voor die open lucht worship, zeg maar. Toen was ik aan het meehelpen. Borden leeg ruimen en dat soort dergelijke dingen. En ik sta in de keuken een bord leeg te schapen. En ik zeg maar echt zo'n déjà vu. Echt zo'n moment. Omdat ik dacht van, hey, backflash naar 15 jaar geleden. Ik zag dingen gebeuren die ik 15 jaar geleden ooit in een droom heb gezien. En dat is echt letterlijk... Alles klopte gewoon. Mm-hmm. Alles klopte gewoon. En mensen zeggen alles, ja, het is toeval, het is toeval. Nee, toeval bestaat niet. Toeval bestaat niet. Het zijn dingen, God plant. Mm-hmm. Als God iets, iets wil, of wil dat er gebeurt, dan gebeurt het. En daarvan wist ik gewoon 100% zeker dat... dat er dus één van was. En waarvoor mij gewoon een bevestiging was dat het goed was dat we daar met z'n allen waren. Mm-hmm. Want ik had het meegemaakt. En op dat plein gebeurde ook iets. Dat vond ik echt mooi. Want die vrouw met die gele jas. Op het moment dat Kaylee haar getuigenis gaf. Wat een fantastische getuigenis was. Echt heel mooi. Maar dat die vrouw dat mocht meemaken, die hele gedaan van A tot Z en wat haar ook bewogen heeft om haar hart te geven. Ja, dat is zo bijzonder. De meiden hebben met haar mogen bidden naar de hand. En op een gegeven moment zei jij tegen mij van, hé, haar man is er nu. En ik voel gewoon dat God op mijn hart legt om die man een knuffel te geven. Want ook hij hoort erbij. En later dan even met die vrouw staan praten. En toen vroeg ik aan haar van... Hoe was jouw ervaring nou? Wat heb je ervaren? En toen gaf ze ook aan van... Ja, ze zegt, ik weet het niet helemaal te plaatsen, maar een warmte, een liefde. En ik zeg, wat heeft jou bewogen om hierheen te komen? Dat ze dus aangaf van... Dat ze er helemaal doorheen zat. Ze zat alleen thuis, ze zat er helemaal doorheen. Nergens geen zin in, heel negatief. En dat zijn dus de gevaarlijke dingen in het leven. Dat mensen die dus zo redeneren, dat ze op een gegeven moment geen uitweg meer zien...
En bijvoorbeeld, ja, in het ergste geval, een eind aan hun leven maken. Ja. En ik ken eraan bij wie dat dus is gebeurd, weet je wel. En dat is, maar dat ze haar man belde van, je moet naar huis komen. En hij zei van, ja, schat, dat gaat nu niet, want ik ben aan het werk. Maar stap anders even naar, ga even een rondje rijden langs de boulevard, langs het strand, weet je wel. Ga je hoofd even leegmaken. Nou ja, met flinke tegenzin heeft ze dat gedaan, gaf ze aan. Ze rijdt langs een heel groot festival af, wat er in de stad gaande was op dat moment. Ja, dat ben je dus, de Rio's. Ja, dus ze had in principe alle mogelijkheid om te zeggen van, hè, ik zoek afleiding voor mijn negativiteit. En dan had ze met alle gemak daarheen gekund. Mm-hmm. Maar ze besloot om door te rijden. En dat ze dus krap een kilometer verder, in een zijstraatje, mensen hoort zingen, dat ze muziek horen. En dat ze verder reed, maar toch zoiets had van, ik moet terug. En ze stopt daar en dat ze dus Kelly haar getuigenis hoorden. En dat ze eigenlijk de hele dienst is blijven staan. En dat ze op een gegeven moment haar man heeft gebeld van, nee, kom ook hierheen, na het werk. En op een gegeven moment stonden ze daar met z'n tweeën. Jij stond erbij, knuffelen en toestanden. Maar dat is op een gegeven moment ook vroeg van, weet je, van wat heb je nou ervaren? En weet je, en ook dat is iets. God, het is geen toeval. God plant. Mm-hmm. God heeft een plan met ons leven. God heeft een plan met ieder zijn leven. Soms staan we daar niet bij stil, maar dat wij als hele groep zijn, 1500 kilometer vanuit Nederland naar Zuid, het meest zuidelijke puntje wat van Portugal gestuurd worden, om daar die avond in de open lucht een dienst te houden, en dat uitgerekend zij die avond daar langskomt, is geen toeval. Nee, zeker niet. Is geen toeval. Er is genoeg op de weg naar daar waar wij stonden, waar ze heen had gekund. Ja. En God gaf er gewoon op het hart van, hey, ik wil dat je daarheen gaat. Ja, dat is zo bijzonder, echt. Ja, ik heb heel veel mooie dingen mogen zien. Ja, dat was 1,5 fire gewoon. En wat ik ook... Maar ook dat die dienst, zeg maar, dat we voor al die voorgangers mochten bidden. Ja. Dat was ook zo'n mooi moment, zeg maar, dat we de voorgangers van die kerk mochten zegenen. En ja. Terwijl ze ons daarvoor, zeg maar, allemaal gezegend hadden en voor ons gebeden hadden, mochten we daarna voor hun bidden. Ja. En dingen over hun uitspreken. En ja, dat vond ik ook wel een heel mooi moment. Weet je, het mooie daarvan was, tenminste zo ervaarde ik dat. Kijk, je hebt voorgangers en... Maar het zijn mensen. Mm-hmm. Weet je wel, iedereen... Oké, je bent de leider van een kerk. Maar je staat allemaal op datzelfde plateau. Ook al sta jij achter het council, ook al ben je de leider van een kerk of tevoren. Je draagt allemaal dezelfde last. Je bent allemaal mens. Zeker. Niemand is perfect en ook hun hebben gebed nodig. Weet je, en dat vond ik zo mooi. Want heel vaak gebeurt dat, in heel veel kerken gebeurt dat eigenlijk bijna niet. Zo goed als niet. Omdat het alleen maar de mensen in de kerk zijn die vaak naar voren komen gebed nodig. Maar vaak vergeten we inderdaad van, joh jongens, de taak van voorganger zijn, of een oudste, of een diaken, of weet ik veel wat. Er komt zoveel strijd op af. En juist hun, hè, die herders van een gemeente, die hebben zoveel gebed nodig. Dat, was, mm-hmm. dat vond ik zo mooi van die avond. Dat ze dus allemaal daar stonden en inderdaad iedereen eromheen bidden. Maar dat het andersom ook gebeurde. Ja. Elkaar zegenen, elkaar weet je, opdragen aan God. En jezus. Heel, heel, heel mooi. Heel mooi. Weet je, en dat iedereen ook zo vol was. En dat Jan in de groep vroeg van, stel dat we dit nou weer gaan doen. Hey, dat iedereen volmondig ja zei. Nee, er was geen twijfel aan. Er was geen twijfel aan. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als het aan mij ligt, dan vertrekken we morgen al. Maar deal. Het moet wel kunnen, maar weet je wel, daar waren geen weg, God maakt de weg, zeggen ze altijd. Zeker. Dus, ja, weet je, het
wat hadden we nog meer voor hele mooie dingen? Er zijn heel veel mooie dingen gebeurd. Ja, dat we een soort van als leger marcherend... Door de stad. Door de stad heen gingen. Met die muziek, zaterdag. Met volle muziek en aanbidding. Ja. Langs de markten en zo. En dat was ook heel vet gewoon. Ja. Nou, is dat het moment waarop... ik ben natuurlijk met een groepje apart gegaan. Want ik heb natuurlijk de fotoshoot gehad. Wat ook heel gaaf was trouwens. Maar we hebben natuurlijk de donderdagmiddag volgens mij zijn we ook met z'n allen de stad in gegaan om, voor de outreach. Ja. En dat was, toen zag ik het ook al, weet je, want dan zie je mensen echt kijken van wat gebeurt hier. Ja, allemaal met telefoons in hun handen en opnemen en filmen. En, Kijk, en ergens waar mensen blijven zijn, want ik snap heus al dat mensen misschien op een gegeven moment zoiets hebben van, oh wat is dit? En ze gaan opnemen. Maar het mooie daarvan is dat... ook in het langslopen worden die zaadjes geplant. Zeker. Mensen horen gezang, mensen horen halleluja, mensen horen amen en noem maar op. En ook dat zijn die kostbare zaadjes waar mensen van denken, hé, wacht eventjes. Waar is die groep van? Of ik hoor iets wat me aanraakt. Ook als ze terugkijken. Dat ze kunnen denken van, hé, wacht eventjes, hier ga ik meer mee doen. Want dit voelt goed. Mm-hmm. Dat is zo bijzonder. En weet je, dat is... Oh, jongen. Zeker. Ja. En ook gewoon dat we de liefdesbrieven van de vader uit mochten delen aan mensen die God nog niet kenden. En dat er gewoon echt een aantal zijn geweest die hun leven aan de Heer gegeven hebben door die brief heen. Dat is het belangrijkste. En dat was ook heel mooi. Ja. Weet je, je kan mensen op heel veel manieren bereiken. Ik zag inderdaad mensen bidden met mensen voor genezing. Ja. Om hun hart te geven. Voor bevrijdingen. Voor bevrijding. Het zij door, in dit geval ook de brieven, de uitnodigingen voor de diensten. Ja. Weet je, ik heb een foto mogen maken. Heb je die man zien zitten met die tattoos? Ja, uit Termuiden. Ja? Ja, daar heb ik ook een praatje mee gehad. Ja, ik heb er ook een praatje mee gemaakt. En op een gegeven moment zat hij daar met een jonge vrouw. Ja, die, bij het café daar. Die zat ook in dat opvang, gaf ze aan. En zij had een verleden van ook drank en alles, drank en drugs. En op een gegeven moment heb ik even met haar zitten praten. En die vrouw die straalde gewoon. Ze had heel kort haar, maar er kwam een blijdschap van haar gezicht af. Ik zeg, mag ik een foto van jou maken? Dat vond ik zo heel bijzonder. Dus op een gegeven moment slaat ze haar... ze had een sjaal om, die doet ze om haar hoofd. Een beetje tulbandachtig. En ze gaat staan. Ik zeg, nou, als je nou zo gaat staan, kijk maar naar mij. Ik zeg, en ik wil een mooie glimlach zien. En ze begint te lachen. En ik zag pure liefde. Vredige liefde van God. Maar het mooie, ik had niks gezegd. En ze zegt zelf... Ze zegt, ik zie God in jou. Zegt ze tegen mij. Maar ik zei, ik zie Gods liefde in jou. Ze zegt, besef jij wel hoe mooi jij bent? Schepping van God. En hoe mooi kan het zijn dat als je een foto mag maken van een wildvreemd persoon. Die niks met geloof doet of wat dan ook. En dat je op die manier kan zeggen van, hé, je bent een geliefd mens. Echt stuk voor stuk, weet je wel. En nou, je zag gewoon een glimlach van oor tot oor. Dus, en ik hoop ook, want dat ze er ook meer mee gaan doen nu. Want, ja, weet je, het zijn allemaal zaadjes wie je plant. En uiteindelijk gaat het een keer wortel schieten en komt het een keer tot bloei. Dat hoop ik echt. Dat had ik dus een zaterdag. Ik mocht even de stad even in, zeg maar. Mm-hmm. Om even een broodje dunne aan te schaffen. Ja, dat was erg lekker. Die smaakte heel goed. Zegening voor de maag. Ja, zegening voor de maag inderdaad. Maar op een gegeven moment zat ik dat broodje op te eten voor Oasis. Mm-hmm. En dan kwam er een jongen voorbij. En daar raakte ik mee aan de praat. En hij vertelde dat hij een fotomodel wou worden en acteur. En op een gegeven moment kwam Christian daarbij staan. Ja. En die nam eigenlijk het gesprek over.
En op een gegeven moment mochten we ook voor hem bidden, zeg maar. Mm-hmm. En hij zei ook van, dit is de eerste keer dat er iemand voor mij bidt. Ja. Terwijl hij mij vertelde dat hij atheïst was. Ja. Maar hij werd wel geraakt. En hij heeft dus wat mogen proeven van Gods liefde. Mm-hmm. En ja, ik weet niet hoe het nu met hem gaat. Hij kwam uit Duitsland. Maar hij heeft wel Gods liefde mogen proeven. En ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja, en dat vond ik nou ook zo bijzonder. Want op een gegeven moment met de outreaches, iedereen splitste zich op, zeg maar, in groepjes. Ja. Daar stond een groepje, daar stond er. Dus er werden heel veel mensen bereikt. En ja, in mijn geval, ik zie dan heel veel gebeuren. Mooie fotoopnames. En dat was zo bijzonder, dat je heel veel mensen, heel veel unieke mensen ziet waarvoor gebeden werd. En de een had wat aan de hand, de ander had wat aan zijn rug, de ander mankeert wat. Een beenlengteverschil. Weet je wel, allemaal verschillende dingen. En weet je, we hebben echt zoveel mooie dingen zien gebeuren op dat moment. Maar ook met je dit jaar. Dat moment. Dat ze viel. Dat ze viel. Dat ze echt overtuigd was dat haar voet eigenlijk gebroken was. Ja. Dat het bont en blauw en dik was. Dat die ambulance aangehouden werd en dat ze op dat moment gingen bidden en het zakte gewoon af. Ja. En dezelfde avond nog stond ze voluit te dansen. Ja, te vlaggen, te dansen, echt. En er was niks meer te zien. En er was gewoon echt niks te zien. Gewoon dat hele, nou, bont en blauw was het niet, het was bijna zwart. Maar dat was gewoon, het was weg. Ja. Over Gods genezing gesproken, het bestaat. Mensen die zeggen dat God niet bestaat, die moeten echt eens achter hun oren gaan krabben, want God bestaat. God geneest nog steeds. Absoluut. En is het niet lichamelijk, dan is het sowieso het hart wat genezen wordt. Ja. Want weet je, dat is het belangrijkste eigenlijk van alles. Michael was met jou bezig. Ja. Van de week heb ik nog met Jan een gesprek gehad. En toen heb ik ook tegen Jan gezegd, in dat gesprek heb ik hem ook laten weten. Ik denk dat ook voor, sowieso voor jou gewoon hele mooie dingen. Dat God hele mooie dingen met jou gaat doen. Wat het precies is, weet ik nog niet. Maar ik weet wel één ding. Je hebt een groot hart voor mensen. Je hebt een goed hart. En ik denk dat jij dat wat je misschien in je jeugd gemist hebt, in Portugal hebt mogen ontvangen. En wat je nu met iedereen mag gaan delen. Daar ben ik echt van overtuigd. En dat jij meer gaat delen en meer gaat geven dan wat iemand anders ooit hebt kunnen doen. Op God na dan, op Jezus na. Dus ik denk dat het... Dat deze missie zeer geslaagd was. Zeker. En ik kan alleen maar zeggen, jongens, ik zie uit naar de volgende. Ik zie uit naar de volgende. En ik weet niet waar het heen is, of het naar Portugal is, of volgens mij hoorde ik Jan zelfs zeggen Oeganda, maar dat zien we dan eventjes. Weet je, maar ik denk gewoon dat, ja, nee. Ik ben er vol van. Ik ben er vol van. Petje af voor iedereen die mee is geweest. Zeker. Heel veel liefde voor elkaar. Heel veel respect na elkaar. Maar ook voor de medemens. En dat is ook hetgeen wat God wil. En ja, bijzonder. Heel bijzonder. Echt maar. Ik ben blij en God dankbaar dat ik hier deel van uit mocht maken. Dat ik mensen heb mogen leren kennen. Dat ik jou heb mogen leren kennen. En we gaan zien dan wat God eraan toe gaat voegen. Zeker. Toch? Ik had deze reis niet willen missen. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik dacht van tevoren wel iets van warm land. Maar toen ik daar eenmaal kwam, ik heb het allemaal over me heen laten komen. En ik heb hele mooie dingen gezien. Absoluut. Absoluut. Ja. Weet je, dat zeg ik, je raakt er niet over uitgepraat, maar ik denk dat het gewoon tijd is dat we gewoon... Maar ook in die sporthal, zeg maar, op het laatste, zeg maar. Vanaf moment 1 dat we daar binnenkwamen, tot het allerlaatste moment.
een en al fire. Ja, God was absoluut. Zo, het was, God was echt constant aan het werk. Het was zo sterk. Kijk, je bent met een aantal kerken bij elkaar. Jan zou de preek doen. Ja. Die is er niet eens aan toegekomen. Nee, op een gegeven moment was het zo krachtig en zo sterk aanwezig. Die is gaan bidden met mensen. Hey, 1:15 zijn we er weggegaan. Wij, hè? Toen waren de meeste van jullie waren al weg. Wij gingen... Jullie gingen volgens mij rond 12:00 ergens. Nee, half... volgens mij 1:30, 1:15, dat ja, wij ook pas weggingen. Er waren heel veel groepjes wie al weg waren. Maar ik was daar op een gegeven moment was ik als laatste met Jan en met Jan Willem en Jiditje en zo. Ah, jongen, dit is ongelooflijk. Er is met zoveel mensen gebeden en er is zoveel strijd geweest. Maar er is zoveel uitgekomen. Er was een vrouw, ik weet niet of je haar gezien hebt, dat was een Aziatisch-Chinese vrouw. Dat was echt zo bijzonder. Dat was een van de laatste. De meeste mensen waren al weg. Die kwam op een gegeven moment naar Jan om te bidden. En ze hadden nog geen woord gewisseld. En Jan zegt in één keer van... Hé, hij is weg. Ik zie de draak van je afglippen. Ik zie hem verdwijnen. Hij is weg. En wat blijkt nou? Dat ze kwam dus naar voren om te vragen of er nog restanten zijn van haar verleden. Waarschijnlijk dat ze dus in China bij een sect had gezeten. De Red Dragon. Die volop in de hekserij zat en alles en dat soort dergelijke dingen. En ze zat er behoorlijk diep in. Bevrijding. Hoppa. Bevrijding. Echt gewoon pure bevrijding. Jan zag hem wegglippen. Ze hadden geen woord met elkaar gewisseld. Hij kende die vrouw niet. Hij wist niet wie het was. En gewoon dat je ziet van dat wat jou gebonden heeft al die jaren. Ik zie het van je afglippen. Ik zie het weggaan. En het wordt bevestigd. Ja, hoe machtig is dat? Hoe mooi is dat? Ja, heel machtig. Dat is, ja, ongelooflijk, echt waar. Er zijn zulke mooie dingen gebeurd. En dat was ook een van de momenten waar we ook niet over uitgepraat. Want in de auto hadden we het erover. In het appartement zaten we nog met elkaar over na te praten. Dus we hebben echt, oh jongen, geloof me. We hebben echt zoveel materiaal en gesprekstof. Ik denk dat we een hele encyclopedie aan getuigenissen kunnen schrijven. Ik heb ook aardig wat filmpjes gemaakt over de dienst, zeg maar, in die sporthal. Ja. Tijdens het nummer Yeshua. Man. Power gewoon. Machtig. Echt machtig. En ook gewoon dat ik voor 2 mensen heb mogen bidden, inclusief jou. Ja. En jij met je kuiten genezen werd. Hij had zoveel last van zijn kuiten. En ik vroeg of ik hem voor mocht bidden, samen met Finn. En ze kuiten genazen. Maar ook die man met die pijn in zijn rug had, dat ik dat zag van een afstand. Dat ik vroeg aan hem van, klopt het dat je last van je rug hebt? En dat hij zei van, ja, dat klopt. Ik zeg, zo mag ik voor je bidden. En dat het na 1 keer al minder was. En toen vroeg ik... Of toen zei ik van, ik geloof in een God die voor 100% geneest. Ja. Mag ik nog een keer voor je bidden? En toen was het boef, weg. En dat is, kijk... Dat, en dat zeg, is echt Gods genezing. Oh, dat is zo fantastisch. Maar daarom zeg ik, ik denk dat, dat God hele, hele mooie dingen voor jou in petto heeft op dat gebied. Jan Zijlstra 2.0. Nou, dat weet ik niet. Ja, ik maak er nou een grapje over, maar ik, ja. Maar weet je, het is... Gaat denk ik wel die kant op. Het is wat er ook gaat gebeuren, het gaat heel mooi naar. Ja. Dat zeg ik. Ik denk dat je gewoon... Vanaf nu gewoon, wat ik al zei. Je hebt in Portugal iets ontvangen wat je je hele leven gemist hebt. En dat ga je nu delen, dat ga je nu verspreiden. Maar zet je hart ervoor open, zet je gedachten ervoor open. En ontvang. En God gaat het doen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar hij is er al mee bezig. Ja, 100%. 100%. Gisteren een heel mooi gesprek gehad met iemand. En eigenlijk... Ja, 3 jaar geleden... Wat toen niet mogelijk was, was nu wel mogelijk. Mm-mm. En... Ik verraste die persoon. Het is...
Dus dat was ook een heel mooi moment gisteren al. En dat had nooit plaats kunnen vinden als ik niet naar Portugal was gegaan. Nee. Ja, nee, misschien op een ander moment, maar... Maar je weet het, niet nu zijn, zo... Daar waar anderen een deur dichtgooien, God opent de raam. En er is altijd... Ja. En dat is het mooie ervan, weet je? Ik heb nog meer van Gods liefde mogen ervaren, ook in mijn eigen leven, dus... En dat is waar we het uiteindelijk ook allemaal voor doen, want ook wij hebben die liefde nodig. Niet alleen geven, we hebben het ook nodig. Ja. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Dus, ik denk dat we het... Dat we afgeronden. Hierbij gelaten, want dan zeggen we raken gewoon niet uit te praten daarover. Het is inmiddels 32 minuten verder. En we kunnen de hele dag hier wel over praten en wat we hebben meegemaakt. Maar ik denk dat we de belangrijkste dingen gedeeld hebben in deze vlog. In vogelvlucht. In vogelvlucht. En ik hoop dat jullie ook de fire ook op jullie armen voelen. Echt en het kippenvel op jullie armen krijgen. Want God is aan het werk. En niet alleen tijdens rotsvast in Portugal, maar God is overal bezig. En daar wil ik mee afsluiten. Hé, hey, dankjewel dat je samen met mij deze vlog wou maken. Ja, Ondanks dat mijn telefoon oververhit werd en het niet opgeslagen had de eerste keer. Hij is nou wel lekker cool. Ja. Dus, ik werd ook weer gebeld een aantal keren. Ja, wat zeg ik. Maar de boze probeert je op allerlei manieren tegen te houden en af te leiden. Maar dat zeg ik, je moet op een gegeven moment zeggen, je moet focussen, positief blijven en gewoon weer opnieuw. Weet je wel. En mochten jullie nou strijd ervaren, trek je wapenuitrusting aan. Dat is echt de tip die ik nog even mee wil geven. De wapenuitrusting van God, zeg maar. Zoals het woord van God is. Ja. Ik denk dat het ook gewoon heel belangrijk is. Jacobus 4 vers 7 vooral. Onderwerp je aan God, verzet je tegen de duivel en dan zal hij vluchten. En hij vlucht echt. Ja. Hij moet vluchten. Maar misschien is het ook heel wijs om bijvoorbeeld als je deze vlog gaat delen. Deze, om zeg maar even onder de vlog. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb er geen verstand van. Hij doet het. Maar om daar misschien wat gegevens neer te zetten van rotsvast. Dat mensen, als mensen hebben zoiets hebben van, hey, ik raak erdoor bemoedigd of ik wil meer van God weten. Of meer van rotsvast. Dat ze aan de bel kunnen trekken. Zeker. Weet je, kijk, wij zijn alleen doorgeefluiken en kunnen delen over onze ervaring. Maar uiteindelijk moeten mensen het ook zelf gaan ervaren. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat als mensen dat inderdaad voelen, dat ze ook weten waar ze terecht kunnen. Ja. Dus misschien kun je dat aan de onderkant in de, hoe noem je dat, opmerking zetten of weet ik wat. En dan, dat dus mensen... op dit moment, onder. Hij doet wat. Ja, de onder. Dus onder het filmpje. Daar komt dus waarschijnlijk dan een linkje te staan met De link van de Rotsvast website. En mijn e-mailadres zet ik er ook even bij. Dat is altijd makkelijk, weet je, als er dan vragen zijn dat mensen contact op kunnen nemen. Ja. Zodat ze dus ook uiteindelijk weer doorverwezen kunnen worden naar bepaalde mensen. Het maakt ook niet uit waar je vandaan komt, want de rotsvasters komen ook uit heel Nederland. Ja, zeker uit heel Nederland. Groningen, Den Helder, echt overal vandaan. Zeeland hebben, bijvoorbeeld... Maastricht. Ja, weet je, dus daarom is het juist heel belangrijk om te weten van, hey, als je wat voelt, als je wat ervaart, dat je weet dat je terecht kunt. Ja, zeker. Dat er mensen zijn die klaarstaan voor je, dat je contact kunt opnemen als je gebed nodig hebt. Als je je verhaal kwijt wilt, of überhaupt een luisterend oor wilt hebben, want ook daarvoor... Kun je mensen helpen. Dus mijn oor is een en al oor. En hij heeft oren, hoor. Grote flaporen. Dus, even een grapje op het laatste. Dus lieve mensen, ik sluit me aan bij Matthijs. Ik hoop dat jullie gezegend zijn en dit echt als een positief iets mogen zien. Het was voor mij de eerste keer. Hij heeft het al vaker gedaan, maar
Ja, wie weet. Het is hem niet af te zien dat hij het voor de eerste keer deed, hoor. Want hij, hij had het vaker kunnen doen en gedaan kunnen hebben. Nou ja, wie weet. Maar goed, voor nu sluiten we hem af. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog. God bless. God bless you. Doei doei.